Het seizoen 1969 begon in Madrid. Enkele tientallen supporters vlogen mee, vol verwachtingen. Hun Aalt en Jan hadden immers vanaf 1966 alle nationale titels in de 50cc-klasse gewonnen. Hun Aalt had immers op de sprint eind vorig seizoen 3 wereldrecords aan flarden gereden. Het Circuito del Jarama bij Madrid, het domein van de meest geduchte concurrenten van onze coureurs, de derbyrijders, was bij aankomst weinig opwekkend. Voortdurende regen begeleidde de hernieuwde kennismaking. Wat kunnen de concurrenten? Chrysler teammanager Johan Leverink en Yamati-rijder Paul Lodewijks, winnaar van Assen vorig jaar, probeerden te schatten welke capaciteiten er achter de rode kuipen van de Spaanse staatsfabriekproducten schuilgingen. In de training toonden de rijders hun mogelijkheden. Aalt Toursen, in Madrid met startnummer 5, diende zich al spoedig duidelijk als favoriet aan. Zijn trainingstijden schokten de zelfverzekerde Spanjaarden die enkele tienduizenden geïnvesteerd hadden om hun Angel Nieto, hier met startnummer 3, wereldkampioen te zien worden. Het spel was begonnen. Het geraffineerde spel om zo'n trainingstijd te draaien dat er een goede startpositie ingenomen kan worden zonder echter alle capaciteit aan de tegenstander te tonen. Aalt Toursen draaide met Barry Smith, de Australische coureur in derbydienst, de snelste trainingstijd, tot ongerustheid van de Spanjaarden die op hun eigen circuit hele vlote derbies en bultaco's gerecruiteerd hadden, waarop drukdoende donkere mannetjes maar één ding wilden, winnen. Jan de Vries vergrootte die ongerustheid door Herrero en alle andere Spanjaarden achter zich te laten in de training, behalve de ervaren Barry Smith. Zo groot werd het onbehagen van de Spanjaarden dat ze naar middelen zochten om de Nederlanders te beknotten. Ze lieten de Nederlandse machines extra keuren. Maar nog op de Yamati van Paul Lodewijks, die in de training nog niet goed op toeren kon komen, nog op de Van Veen Kreitler van Toursen, viel iets aan te merken. De Spaanse zon zag er blijkbaar ook geen heil in. Hij bleef achter dikke wolken die de hele nacht regen produceren. Ook op de ochtend van die 4e mei bij Madrid regende het vaak. Daardoor hoofdzakelijk zagen Paul Lodewijks en Barry Smith slechts 100 toeschouwers op de grote tribunes van Jarama, van wie de meeste Nederlanders. Aalt Toursen zag ze waarschijnlijk niet eens. Volkomen geconcentreerd stond hij aan de start van deze eerste Grand Prix 1969, luisterend naar de speaker die in het Spaans aftelde. Nog 2 minuten, nog 1 minuut, nog 30 seconden. Start! Aalt Toursen is het snelst weg, gevolgd door de Spanjaard Herrero. Ook de tweede Kreitler-coureur Jan de Vries start goed en komt voor in het peloton. Paul Lodewijks verdwijnt op zijn oude assenmachine midden in de meute, die naar de eerste buiging in het aan bochten en ruggen rijk korte Jarama-circuit jaagt. 18 keer moeten de rijders dat door de regen gladde circuit afleggen. Bij de eerste doorkomst rijdt Aalt Toursen met startnummer 5 op kop, op de hielen gezeten door de Spaanse derbyrijder Herrero. Er ontwikkelt zich in de eerste ronde een geweldig duel tussen de twee. Dan weer rijdt Aalt op kop, dan weer de Spanjaard. In 1 ronde wisselen ze zelfs 4 keer van plaats. Achter die veljagende twee voert Jan de Vries de hoofdgroep aan, waarin ook de derbyrijders Nieto en Barry Smith, de belangrijkste concurrenten van de Nederlanders. Aalt Toursen geeft Herrero geen meter toe. Telkens als de drieste Spanjaard door later te remmen langs hem de bocht inschiet, jaagt Toursen door eerder weer gas te geven vlugger die bocht weer uit. Later vertelde Aalt Toursen ons over dat spannende tweegevecht. Maar het is wel eens zo, weet je, dat je denkt, verdorie, dan moet ik hem toch op de een of andere manier voorbij zien te komen, weet je. Want dan ga je hem bijvoorbeeld op een haakse hoek, rem je hem eruit, dan ga je er gewoon naast rijden, dan ga je hem eruit remmen. Maar dat kan helemaal geen kwaad.
Nou, als je naast elkaar rijdt en je remt tegelijk, dan zie je precies wat er gebeurt. En dat, maar dat elkaar uit de bocht, uit de baan drukt of zo, dat komt niet voor. Want als je iemand zelf uit de baan drukt, dan ga je er meestal zelf ook aan doen. Dus. In de achtervolgende groep heeft Jan de Vries moeite om op zijn luchtgekoelde vijfbaks Kreidler de watergekoelde derbies van Barry Smith en Nieto voor te blijven. In die groep valt Paul Lodewijks nauwelijks op. Hij moest op de machine van start waarmee hij vorig jaar Assen won. De nieuwe Yamati is nog niet klaar. De eerste uitvallers komen. Ook Paul Lodewijks is daarbij. En dan, na de zesde ronde, komt plotseling Aal Toerse alleen door. Herrero is weg, onderuit geflipt, vertelt Aal. We hebben zes rondjes hebben we achter elkaar aan zitten jagen. En dan ging het laatst zo hard, we begonnen allebei gewoon risico's te nemen. Nou, op een gegeven moment zag ik het gebeuren, vlak voor mij schoot, gleed hij gewoon weg, gleed hij de baan uit. In de pits heerst vreugde. Aalt rijdt naar een zekere eerste plaats. Even dreigt Barry Smith, die langs Jan de Vries is geklipt, maar ook deze derbyrijder gaat plat. Aal Toerse wordt als eerste afgevlacht. Nieto heeft in de laatste ronde, door alles of niets te rijden, toch nog de tweede plaats veroverd, voor de op zeker koersende Jan de Vries. De Nederlandse klap is de Spanjaarden zo hard aangekomen dat Nieto niet op het erepodium verschijnt. De eerste 25 punten voor het wereldkampioenschap zijn binnen. Aalt kreeg 15, Jan de Vries voor zijn derde plaats 10.